Welkom bij Boost, de podcast waarin jij leert hoe je een gezonde relatie met je eigen lijf ontwikkelt. Zo voel jij je eindelijk weer beter in je vel en kan je alles uit het leven halen. Ik ben Céline, ik ben diëtiste. En ik ben Goedroen, psycholoog en personal trainer. En dit is de Boost Podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van onze Boost Podcast. Vandaag hebben we een heel bijzondere gast bij ons. Niemand minder dan Robin de la Rue. De la Ruelle. Ja, eigenlijk allebei. Naast mijn beste vriendin zijt jij ook heel wat andere dingen. Misschien is het voor de kijkers leuk als je eerst even jezelf kort voorstelt. Okay. Van waar kunnen mensen jou kennen? Hi, ik ben dus Robin de la Rue, is mijn artiestennaam. De la Ruelle is mijn echte naam, dus mensen halen dan nog wel eens door elkaar. Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Mensen kunnen mij misschien kennen van The Voice van Vlaanderen. Ik heb 2 keer meegedaan met The Voice. En mensen herinneren zich mij, maar al te vaak ook nog van Shopping Queens, inderdaad. Op festivals en zo. Ja, op festivals, ja. In de wc, in een discotheek in Ibiza. Zo, jij bent die van Shopping Queens. Ik zo, wow, oké. Niet verwacht dat ze mij hier gingen herkennen. Dus daar kunnen mensen mij van kennen. En voor de rest, ja, van op uw socials inderdaad. Van de Goede Naam Stories. Te pas en te onpas kom ik daar eens in voor. Van de coffeeshop. De coffeeshop, ja. Ik host een coffeeshop voor members only. Ja, mensen verwarren ons ook wel vaak. Heel dus, veel. Zelfs mensen die niet weten dat wij vrienden zijn, denken soms dat ze... Dat is heel raar. Ja, dat heel goed gek. Gek gedoe. Dus denk je dat jij goed bent? Ja, al meegemaakt. Echt vreemde, zelfs wat we totaal niet bij elkaar waren. Ja. Chance dat Boy zich nog niet heeft vergist. Ja, naast mijn beste vriendin ben ik ook recent geadopteerd in het gezin van Boy en Robin als permanente derde wiel aan de wagen. Nee, ik zeg gewoon echt een deel van ons gezinnetje. Dat is super dat is mooi gezegd. Dat is mooi gezegd. Nee, ik denk... We waren al lang aan het denken om Robin eens uit te nodigen, omdat ik denk dat heel veel mensen heel veel van Robin kunnen leren. Omdat Robin, omdat ik heel veel van Robin heb geleerd. Mm-hmm. Er zijn heel weinig mensen op de wereld die zich niks aantrekken van wat anderen van hun denken en die zich voor niks of niemand schamen. Maar Robin is zo een raar schepsel dat het dus niet doet. Vroeger was dat voor mij echt... Ik weet echt nog heel goed dat er ooit zo een moment was waarop dat jij tegen mij zei, en dat was toen ik nog in mijn eetstoornisperiode, zo mijn onzekere periode zat, dat Robin tegen mij zei, schamen. Ik weet niet hoe dat voelt. En ik was echt zo, heb je dat nooit geschaamd? Ik herinner mij één moment dat ik mij ooit heb geschaamd. Ja, dan was ik als kindje. Dat is een heel specifiek verhaal niet eens, maar misschien wel plezant als anekdote. Yeah, yeah, yeah. Dus ik was heel jong, zeg. Ik denk 10 was of zo. En wij gingen naar de cinema met school, zo vroeger deden wij dat al wel eens. En op een gegeven moment was een beetje een scary momentje in de film. En ik was zo onder de mensen doorgekropen om mijn vriendin, die dat een beetje verder zat, te doen schrikken. En ik pakte die dan zo beet aan haar benen zo langs onder. En die verschoot zo hard. En ik moest zo hard lachen, maar zo hard lachen, dat ik een beetje in mijn broek had gepast. Echt waar. En toen dacht ik echt zo van shit. En je zag dat ook echt. Dus dat was echt zo, oh nee, nee. En toen heb ik mij wel een beetje geschaamd, ja. Dat is eigenlijk echt zo de enige moment waar ik aan kan terugdenken, dat ik snap wat schamen is. Maar daarna, dus na mijn 10 jaar, heb je dat nooit meer ervaren. Maar ik weet nog, ik denk vorig jaar dat dat ongeveer was. We kennen al elkaar. Hoe lang kennen wij elkaar nu ongeveer? Ik denk 2 jaar. Sinds dat ik Goedroen ken ongeveer, dus 2 jaar. Dat jij ook ineens je haar knalrood had geverfd. Al zien echt Ariel, Ariel-vibes. Ja. Dat ik echt dacht, die girl, hoe durft ze het? Dat is zoiets grappigs, want ik krijg dat heel vaak als reactie. Ik vind dat superleuk om mijn haar zo in crazy kleurtjes te doen. Gewoon, life's too short to have boring hair. Ik vind dat gewoon superleuk, omdat dat ook zo heel tijdelijk is of zo. Dat is niet forever. Dus als mensen mij dan zo sturen op Instagram van, wow, maar jij durft dat, ik wil dat ook al lang, maar ik durf dat niet. Dan denk je zo, wat is er te durven aan? Je doet dat en binnen zoveel weken is dat weer weg, dus... Dat is niets permanents of zo. Ja, omdat jij niet denkt aan wat gaan andere mensen daarvan denken. Maar elke andere persoon die gaat denken, hoe gaan die reageren en die reageren. En bij u is dat gewoon, als iemand zegt, ah, dat is lelijk, zeg je, whatever, dat is uw mening. Maar dat is ook wel u niks gaan schelen. Als anderen nu zouden zeggen, ik vind dat niet zo mooi, dat kan u zeer weinig schelen. Hè? Ja, niks, nee.
Nee, omdat, ja, dat is goed voor u, maar wat doet dat ertoe? Niet dat die mening niet telt of zo, hè? Dat mag. Maar voor mij boeit dat niet op dat moment, want ik wil dat en ik doe dat dan gewoon. En ik weet nog dat ik ook zo ooit eens de reactie kreeg van iemand van... Ja, als je zo'n haar hebt, hè, je moet wel zien als je dan klanten ontvangt. Ik ben zangcoach en hè, ik heb een soort van... Hoe moet ik het zeggen? Mensen kijken op een zekere manier een beetje op naar mij, op vlak van zingen dan en zo. Mm-hmm. En ik had ooit iemand anders die tegen mij zei, ja, je moet dan opletten, want dan gaan mensen een andere gedachte van je hebben en je moet zien hoe dat je ervoor komt en dat je schoon ervoor komt en verzorgd en dit en dat, want dan zijn ze geloofwaardiger. En ik dacht echt, waar heb jij het nu over? Ik ben het totaal niet eens met u. Ik vind dat helemaal niet waar. Ik zit in mijn zanglessen, in mijn jogging. De keren dat ik een broek aan heb, dat jij mij in een broek hebt gezien, kunnen we op één hand tellen, denk ik. Ah, dat is ook geen broek aan? Nee. Hey! Dat mocht ook vandaag, hoor. Ah! We hebben nog altijd geluisterd. Ik heb de memo niet gekregen. Maar nee, dan heb ik een legging aan. En ook, ik doe bijna nooit schmink aan. Enkel als ik goesting heb om dat eens te doen. Maar niet omdat ik vind dat ik er... Dus ook zo over schmink of zo, mensen gaan zich soms schminken omdat ze het gevoel hebben van oei, anders zie ik er niet mooi uit zonder schmink. Of ik voel me wel onzeker, ik ga wat schmink opdoen, dan voelt het me wat beter. Voor mij is dat gewoon, heb ik zin om die een tijd daarin te steken en voor de spiegel te staan en daarmee bezig te zijn? Ja, soms wel, maar 99% van de gevallen niet. En dan doe ik dat ook gewoon niet. Ben je nooit bezig, echt, want je bent niet super hard bezig met je uiterlijk, denk ik. Hè? Omdat je gewoon van nature wel heel zelfzeker bent. En je zit niet in jezelf in elke spiegel dat je voorbij komt, denk ik, te checken. Nee, totaal niet. Maar is dat altijd zo geweest? Ja, echt wel. Ja. Want ik weet niet, dat is zoiets raar waar ik mee geboren ben of zo. Omdat natuurlijk, ik besef ook wel... Ik zie er een beetje uit, maar dat is ook weer iets wat ik vind. Misschien vindt iemand anders dat niet. Maar ik vind dat ik er wel een beetje uitzie volgens de standaard van wat is mooi. Hè? Maar dat is ook zo moeilijk te vatten of zo. En als ik dan iemand... bijvoorbeeld, ik heb soms voor, ik ga nu niet noemen wie, maar een persoon die dat dan zegt van amai, ik zou echt bijna een moord doen om uw lijntje te hebben. En jij bent dan juist bevallen en oh my god, zie je er nu staan en je bent zo mager. En dan denk ik zo, ja maar... Dat is geen compliment voor mij of zo, want dat is gewoon mijn bouw en ik ben gewoon zo. Ik doe daar geen moeite voor, ik verwacht daar ook geen complimenten over. En dan denk ik ook echt oprecht als die persoon dat tegen mij zegt, ik zou zo wisselen met u om uw figuur te hebben, wat een beetje, hoe moet ik zeggen, een beetje molliger is ofzo, of een beetje meer vormen, want dat heb ik dan ook weer niet. Dus ja, hoe zeg dat zo? Heeft voor en nadeel. Ja, elk ding heeft voor en nadeel inderdaad. En dan meen ik ook echt van, ik zou zo switchen, want mij interesseert dat niet. Ik voel mij niet beter omdat ik mager ben. En ik zou mij ook niet slechter voelen als ik wat dikker was. Helemaal niet. Ik zou echt zo willen wisselen, omdat ik weet dat die persoon daar heel erg mee in zit. En ik zou zo in een heartbeat, als ik het zou kunnen, ping-pong, dan zou ik echt switchen van lijf om gewoon hopelijk dat dan aan haar te kunnen geven met een beter gevoel ervan te hebben. Ja, ja. Maar zoals jullie ook al established hebben, dat ga je het natuurlijk niet doen voor die persoon. Maar dat is hoe ik het zie. En je zou dan kunnen zeggen van ja, en die heeft heel veel geluk gehad in haar leven of zo. Hè. Die heeft nooit bijvoorbeeld gepest geweest of whatever. Maar dat is wel, ik ben ook gepest geweest. En tot zo'n punt dat ik echt iemand een shot in zijn gezicht heb moeten geven en zo. Maar echt. Dat doe je dan wel, hè? Ja, dat doe ik dan wel, omdat ik weet gewoon waar ik voor sta. En ik weet gewoon wat ik waard ben. En ik vraag me eigenlijk oprecht af of dat is, hoe dat is gekomen in mijn hersenen of zo. Want inderdaad, voor veel mensen is dat echt onbegrijpelijk. Maar dat is gewoon, ik ben daar precies mee geboren. Dat is zoiets inherent dat ik in mij heb en dat blijft gaan. Ongeacht hoe ik eruit zie, ongeacht hoe ik mij voel op die moment, die zelfzekerheid zit daar wel in zo. Gewoon, en niet om iemand anders zijn moment af te pakken of zo. Want dat denken mensen ook heel vaak zo. Als ik zelfzeker ben, dan pak ik iemand anders zijn licht af. Maar dat is helemaal niet. Je kunt elkaar net omhoog helpen. En dat is helemaal niet vanuit een arrogantie of zo, dat ik zeg dat ik zelfzeker ben. Dat is gewoon dat ik... Maar arrogant zet jij totaal niet, hè? Nee, voilà. Je zegt gewoon nee, zo heel... Ja, what you see is what you get. Je gaat zo bij u nooit denken van... Denkt hij iets anders? Of voelt hij iets anders? Of doet hij zich anders voor? Dat is gewoon zo, ja, dat is Robin. En vanaf minuut 1 tot minuut 100.000 zet jij zo juist dezelfde persoon. Zo. Ja. En zelfzekerheid en arrogantie is zo totaal iets anders. Dat is echt niet hetzelfde. Nee. Want heel veel jij krijgt dat soms ook in je inbox zo. Amai, je bent wel heel zelfzeker. Ja, maar dat is heel je punt dat je mensen zelfzeker wilt maken. It's kind of the whole point, guys. en dan denk ik van...
Ik durf soms al bijna niet te zeggen, ik ben zelfzeker. Mm-hmm. Omdat dat al bijna is van... Ah, zo. Arrogant. Van waar haalt je dat maar dan? Arrogantie komt vaak uit onzekerheid. Ja. En dat is het grote verschil. Jij gaat nooit, zoals je daarnet zei, ik ga mij nooit beter voelen dan iemand anders, omdat ik er zus of zo uitzie. Dus ja, dat is gewoon een heel groot verschil met arrogantie. Iemand die zich arrogant voordoet, wil anderen vaak kleiner maken om zichzelf mm-hmm. beter te voelen. Jij hebt daar totaal de nood niet aan. Nee, om mensen zich minder goed te doen voelen. Nee, totaal niet. Integendeel. The world would be a better place als wij allemaal... onszelf zo zouden kunnen oppeppen. Mm-hmm. En ik, als zangcoach probeer ik dat dagelijks te doen met mijn leerlingen. En ik krijg dan ook bijna dagelijks berichtjes van leerlingen van amai, merci, je hebt mijn zelfvertrouwen echt een boost gegeven. En als ik naar u kijk, word ik happy van uw vibes. En dan heb ik zoiets van, oké, ik wil dat ook in mijn eigen vinden, op mijn manier dan. Want dat is ook wat ik ook uitdraag aan mijn leerlingen. Van, je moet niet zijn wie ik ben, gewoon op uw manier uw zelfzekerheid vinden en uw vlammetje doen branden eerder dan dat we dat klein gaan houden. Dus dat is wel een beetje waar ik voor sta en wat ik dan een supermooi compliment vind als ik dat kan meegeven aan mensen. Ja, tuurlijk. En ik denk dat dat ook een beetje is wat wij vroeger ook hebben meegemaakt. Ja, dat, heel hard. Dat ik in uw leven was en dat ik de spring in het veld, flap uit, en ik was bam. Ja, en dat, als jij dat dan ook zegt tegen mij, van jij hebt mij op dat vlak ook echt doen openbloeien naar wie ik eigenlijk al was, hè, want ik heb niks gepland in u of zo, maar ik heb gewoon dat ding dat er in u al zat een beetje mee kunnen aanwakkeren. En dat vond ik ook zo'n mooi compliment van amai. Ja, want je hebt zo vriendinnen inderdaad die zo misschien zou zeggen, zou dat wel doen? Of zo, En Robin is dan echt zo, doe gewoon je goesting. En zo, dat is zo, ja, die heeft dat daar heel hard uitgehaald van, ja, de andere mensen dat denken, dat is toch niet erg? En dan was ik zo, is dat niet erg? Oei, nee, ik trek mij al mijn hele leven aan. What am I doing? Blijkbaar is dat niet erg, oké. Oké, guys, ik snap het. Nee, maar dat is net het mooie, want ik weet nog, ja, op een festival ooit, maar dat zijn echt dingen waarvan ik dacht van maar hoe durft hij dat zelfs? Maar dat kan nu letterlijk echt gewoon niks schelen dat mensen met u lachen of dat mensen denken, wat doet hij nu? Want we waren ooit aan het aanschuiven om drank te krijgen op een festival. En Robin vond dat het niet snel genoeg ging. Dus in plaats van gewoon te wachten, wat doet hij? Die springt over die bar, pakt een beker, gaat zo zelf haar beker vullen. Die springt daar terug over en loopt weg. En ik was zo, wat? En dan is hij toch zo, ja, dat nu heb ik graag spint. En dan was zo van, keiveel mensen hebben dat gezien. Keiveel mensen waren zo, huh? Wat doet hij nu? En Robin was zo, ik heb wel een gratis pint en jullie niet. Ja. Oh my god, ja. Yeah. I did a lot of those things. Maar ja, dat is dan echt zo. Keiveel mensen zijn dan zo, oeh nee, dan gaan mensen lachen of raar kijken. En Robin is dan echt gewoon zo, ik heb hier zin in. Whatever. En dat vind ik net zo mooi. Ja, inderdaad. Ik denk, als ik naar andere meningen in had geluisterd, dan had ik nooit gestaan waar ik nu stond. Ik wou een Instagram-pagina beginnen, maar iedereen zei, nee, je gaat dat toch niet doen. Of hoe die een dieet kunnen gaan studeren, nee, je zet daar niet slim. Iedereen zegt altijd, nee, je kunt het beter niet doen om te voorkomen dat je faalt of zo op de een of andere manier. Maar dan denk ik, als je vanuit jezelf zo hard voelt dat iets je passie is, iets je roeping is, dan is dat heel erg dat je zou laten beïnvloeden door de mening van anderen, omdat je bang bent om mogelijk te falen. Mm-hmm. Dat is iets wat ik echt letterlijk ook tegen mijn leerlingen vertel. Echt recent ook nog zo. Ook een leerling die bijvoorbeeld vertelde dat ze een nummer had gekozen, best een moeilijk nummer om te zingen. Maar die kan dat zingen, die kan keimooi zingen. En dan vertelde ze mij dat ze eigenlijk in haar hoofd dacht over zichzelf. Wie zei jij nu dat jij zo'n moeilijk nummer kiest? Denkt jij dat jij kunt zingen of wat? Over zichzelf. En ik viel zo uit de licht, ik dacht, allee jong, heel uw leven zijn er al 300.000 miljard mensen die nee gaan zeggen tegen u. En als jij dan ook nog eens nee gaat zeggen tegen uzelf, waar zijn we dan mee bezig? Ja. Allee, dat is niet simpel om elke keer te zeggen, jawel en jawel, zeker bij u ook. En je krijgt dan 100 keer die reactie van, ik zou dat niet doen. En jij zo, ja, maar ik voel dat ik dat wel wil doen en ik wil dat wel doen. Dat is niet simpel om daar tegenin te gaan. Maar als je eigen dan ook nog eens gaat afkraken of ja, ik kan het niet beter zeggen, als dat vlammetje zo gaat proberen te dempen, daar word je toch gewoon ongelukkig van. Dus mm-hmm. Ik zou niet inzien waarom dat je dat zou doen. En dan probeer ik die leerling zo mijn visie mee te geven. En ik besef ook dat eigenlijk kan ik dat niet super goed uitleggen of zo. Dus ik probeer dat op allerlei voorbeelden en allerlei manieren te laten doordringen. En ik denk dat het vooral een beetje belangrijk is
dat ik hopelijk een zaadje heb kunnen planten en dat dat zich steeds meer kan ontwikkelen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld ook toen ik u de eerste keer leerde kennen. Het is niet dat jij van moment één op ander... Nee. Ah ja, oké, nu schaam ik mij niet meer. Klaar, Robin heeft gezegd dat dat niet moet. Would have been so nice. Ja, zo was dat ook niet natuurlijk. Maar door dat steeds opnieuw te beseffen van... Hey, inderdaad, dat maakt eigenlijk niet uit. En what is the worst thing that can happen? Maar vooral om te zien met je eigen ogen hoe zorgeloos... Allee, niet dat jij geen zorgen hebt, maar... Ja, hoe zorgeloos over jezelf, hoeveel ruimte en tijd en energie dat er vrij kan komen om gewoon je eigen ding te doen als je niet meer continu zorgen maakt over wat anderen denken of zou ik dit of zou ik dat wel doen. Dat is vooral hetgene, want je ziet ook bij u, je bent bijvoorbeeld ook iemand, een dieet of zo, dat is nog nooit in je hoofd opgekomen. Jij bent ook natuurlijk wel van nature heel mager, maar jij bent echt van nature 100% een intuïtieve eter als ik dat moet een voorbeeld van geven, dan denk ik altijd, ja, Robin die eet gewoon. Die heeft geen dieet. Ik zou die ook niet een intuïtieve eter noemen. Ik zou gewoon zeggen, Robin die eet gewoon. Maar dat is gewoon, je eet gewoon normaal. Ja, en ik eet eigenlijk best veel ook, wat mensen vaak niet verwachten. Nee, want, maar dat is zoiets. Altijd meer als goodie en altijd meer als boy. En dan denk ik altijd hun. Nee, nu echt totaal niet. Alleen frieten. Bij ons thuis wel hoor. Alleen frieten. Frieten zeker. What the fuck, crazy. Ja, ik ga altijd iedereen zijn bord nog leeg eten. Zo wat jij zegt, zo, je moet niet de vuilbak zijn. Ik ben de vuilbak. Ik ga altijd iedereen zijn bord Robin nog leeg is helemaal eten. Anders dan mij. Ik eet de hele dag door. Ja, dat is En dat Robin is eet dan zo... Eén keer heel veel. Dat is waar. Dus eigenlijk Eén eet keer, ik niet meer dan u. Je eet wel ontbijt en op het lunch, moment... Of? Ja, ik eet inderdaad. Ik eet ontbijt, lunch en avondeten. En ik stel dat vaak ook te lang uit. Die pauzes daartussen, waardoor ik heel veel honger heb. Wat jij ook zo benoemt als... Dan krijg je een soort van eetbui of zo. Ja. En dat heb ik dan wel. Dan eet ik superveel op dat moment. Maar dan ben ik ook weer goed voor een lange tijd. Dus maar dat is zoiets... En jij bent er gewoon zo niet mee... Met bezig. Bezig. Nee. Totaal niet. En dat is voor veel vrouwen zo. Hoezo? Jij bent niet bezig met calorieën en... Zo. Nee, en natuurlijk, ik ben inderdaad in een bevoorrechte positie dat ik eruit zie zoals mensen vinden dat je eruit moet zien, maar dat vind ik Ik zag er ook zo uit op het moment dat ik er veel mee bezig was. Dus dat is ook waar. Dat is ook waar. Mm-hmm. En plus, dat vind ik ook zo een absurde ding. Voor het moment is dat misschien de look. Binnen 10 jaar is het misschien weer iets anders. Dus. Ik zeg vaak van, weet je, vorig jaar moest je zo dun mogelijke wenkbrauwen hebben. Ja, nu zijn er dikke wenkbrauwen in. Dan is het ineens een skinny jeans, maar dan is er een met brede pijpen. Ook op gebied, allee, dat heeft minder met, heeft ook met uiterlijk te maken, maar het is gewoon constant veranderend. Hè? Nu is het een Kim Kardashian met dikke borsten, dikke poep en voor de rest supermooi in proportie. Maar misschien is het binnen 5 jaar terug een Kate Moss. Die ja, absoluut. Geen gaat en... Ja. Nee. Ja. Nee, daarom... Waar ga je daarmee bezighouden? Echt. Want je zei daarnet van... Daar wil ik nog even terug op inpikken misschien. Van, je zei misschien niet zoveel bezig met je uiterlijk. Ik zou zeggen... Ik ben bezig met mijn uiterlijk als ik daar zelf zin in heb. Als je optreedt en zo En als ik ga optreden, heb ik goesting om eens wat make-up aan te doen. Dan neem ik daar ook de tijd voor. Vind je dat ook plezant? Dan is dat ook een beetje een kunstwerkje. Mm-hmm. Dat is ook echt wel... Dat kan ook echt wel heel leuk zijn. Maar dat vertrekt nooit vanuit... Ik wil mijn uiterlijk veranderen of zo. Of ik wil er beter uitzien of zo. Nee, dat is gewoon... Ik wil nu eens dat doen. Ja. En ik vind dat ook zo fijn dat ik zo'n chille vibe kan uitstralen naar anderen ook. Van die dat bij mij dan in de les komen. Ik zeg ook, doe je legging aan. Komt gewoon zo. We gaan toch van alles doen met ons lichaam. En we moeten werken voor het zingen. Dus komt niet zo gelijk een stijve hark. En als je dat wilt, ook goed. Hè? Als je je hakje wilt aandoen en je het helemaal tip-top afkomen, ook goed. Gewoon dat iedereen kan doen wat hij wilt. En dat... Mm-hmm. De mening van een ander, ik vind dat ook zo'n raar gegeven, want hoe lang, hoeveel seconden denkt iemand anders over iemand anders na? Echt. Maar iedereen heel is weinig. Met zichzelf bezig. Absoluut. Dus absoluut. Als je mening hebt over iemand anders, dat is 5 seconden. Ja, en dan vertrekt dat ook nog eens van iets vanuit u en niet vanuit die andere persoon. En inderdaad, ik denk niet dat er iemand naar huis gaat en denkt, allee zeg... Die Robin had vandaag weer een legging aan. Ik bedoel, die mensen die gaan naar huis en die denken... Oh, fuck. Ik denk dan nog dat je niet is. Pas op, met die broek van tijdens je zwangerschap, dacht ik wel echt zo... Dat was ik heb wel zelf een gegeven. ik heb zo'n broek aan Robin gegeven, want Robin was echt zo... Ja, kleren kopen voor tijdens de zwangerschap, ga ik niet doen, zo, want dat is maar voor zo'n geldverspilling. Dus ik heb dan zo'n joggingbroek die ik gratis had gekregen aan Robin gegeven. En echt... Ik denk dat hij 9 maanden lang niks anders heeft aangedaan als die echt waar. Echt waar. En die was zo afgewassen en uitgeloterd. Ja. En Robin was echt zo...
ja, binnen 2 maanden kan ik er toch niet meer aan doen, dus fuck it. Ja. Maar dat is ook iets wat ik wel opvallend vind bij u. De meeste vrouwen zijn dan zo mooie zwangerschapskleedjes kopen en zo mooier uitzien en zo. Ja, dat buikje toch wel zo in de kijker zitten. Maar bij u, je zag bijna nooit dat je zwanger was, want jij trok je jogging zo hoog. Ja. Ja, ofwel mijn broek, ofwel boys en zijn kleren. Ja, dat, en je waart daar ook dan totaal wel niet mee bezig met... Nee. Met hoe dat je eruit zag. Nee, opnieuw, omdat dat iets is wat... Ik ben daar niet mee bezig. Ik was op die moment bezig met onze zaak. En ik was hard aan het werken en ik was aan het schilderen. En ik was les aan het geven en ik was leuke dingen aan het doen ook. Maar ja. Hoe dat ik eruit zag, wat boeit mij dan nu? Jij gaat niet ineens geen vrienden meer zijn met u, omdat ik je broek misschien wel... Want ik heb je broek helemaal verrenoveerd. Maar omdat ik die broek 9 maanden aandoe. Dat is gewoon een klein grappige anekdote. Kan mij geen bal schelen. Nee, voilà. Dus wat doet dat ertoe? Soms kom ik ook gewoon bij Robin sinds dat ze bevallen is. En dan zit ze daar gewoon zo in haar onderbroek. En dan denk ik zo, ah ja. Mm-hmm. Oké, okay, kan. wat ik ook wel mooi vond wat je in het begin zei, is... Dat je altijd wel zelfvertrouwen hebt, ondanks dat je ook wel eens je eigen een dag slecht voelt. Ja. Want heel veel mensen denken dat zelfvertrouwen zo... Ah, dan ben ik afgevallen en dan ga ik zelfvertrouwen hebben. Ja. Maar dan op een dag dat ze hun eigen slecht voelen, dan is dat terug helemaal weg. En dan is dat helemaal terug. Is dat iets waar dat je... Is dat ook altijd al geweest is? Of zijn er wel dagen waarop dat je zegt, nu zit ik slecht in mijn vel? Of... Nee, ik denk dat... Maar dat hangt er ook een beetje vanaf, denk ik, hoe dat je dat bekijkt of benoemt. En voor mij is zelfvertrouwen in mijzelf, letterlijk. Dus iets wat dat een soort van rode draad is doorheen mijn emoties, die uiteraard fluctueren. En uiteraard heb ik ook eens zorgen. Gezicht. En uiteraard voel ik mij ook eens verdrietig. En ik kan ook momenten hebben dat ik eens twijfel aan mezelf. Zo. Maar hoe moet ik dat zeggen? Eerder zo bijvoorbeeld, ja, dat zullen we ook wel kennen waarschijnlijk, de imposter syndrome. Zo, dat ik dan zo coaching aan het geven ben. En dan soms kan ik zo'n dag hebben dat ik denk... Wat ben ik aan het zeggen? Van waar haal ik dit eigenlijk? En dan begin ik zo ineens te twijfelen van... Fok, moet ik mij niet nog wat meer gaan bijstuderen? Of heb ik nog niet genoeg gedaan? En dan kan ik daar ook zo wel aan denken. Maar uiteindelijk onderliggend weet ik wie ik ben, weet ik wat ik waard ben. En dat komt er wel doorschemeren. Alsof dat die zon van zelfvertrouwen even achter de wolken is. Maar die is er nog altijd wel. Mm-hmm. En dan voel ik mij op dat moment niet van... Fok, ik ben mijn eigen kwijt en ik heb geen zelfvertrouwen vandaag. Dat niet. Maar ik kan je wel... ook soms gewoon even onzeker zijn of aan jezelf twijfelen. Ja, onzeker twijfelen, zijn. Ja, voilà. Dus dat kan ik zeker wel hebben. Of een keer jaloers zijn op een andere situatie of zo. Maar ja, ik weet dus ook... Dat kan ik want, ook voor want hebben, ik heb Robin altijd als super zelfzeker gekend. Maar als je Robin kent van The Voice en je ziet het verschil tussen auditie 1 en auditie 2, dat verschil is gigantisch. Ja, dat klopt. De eerste keer was echt zo... Maar ik ga dan een liedje zingen. Hè. Zo een, Bart Peters verwoordde het nog als een klein bang vogeltje. Ja, dat was ook echt zo. En dat was de eerste keer dat ik Robin echt mega zenuwachtig, omdat hij iets is, had dat nog nooit gedaan, zo op tv, met al die dingen. Zo van, kan ik dat wel? Ga ik wel goed zijn? Maar dan de tweede keer, Bart, jij zo, ik ga dat gewoon doen. Ja. En dat was echt een... Ja, dat is heel mooi om te zien ook. Van, ik vind het ook leuk voor mezelf om naar terug te kijken. Want heel vaak hebben mensen zo, ik kan mezelf niet zien. En ik wil mezelf niet horen. Ik vind dat zalig om naar mezelf te kijken. Ik vind dat echt epic. Ik doe dat keiveel, YouTube, naar mezelf kijken. En dus ik doe dat ook regelmatig, zo die video's nog eens terugzien. Gewoon om happy te zijn met wat je hebt. En om dankbaar te zijn van wat je al hebt meegemaakt en zo. En inderdaad, dat verschil is gigantisch. En als ik dan... kijk naar dat moment dat ik daar heel zenuwachtig opkwam. Ik had al eens 1 keer gezongen voor een publiek en dat was al meteen op de radio. Dus dat was al het spannendste in mijn leven wat ik ooit had gedaan, was dat al. Ik moest piano spelen en mijn handen die waren zo aan het trillen. En ik kon bijna mijn noten niet spelen en oh my god, dat was echt horrible. Maar anderzijds zat er zoiets in mij van, ik wil dat zo graag, ik ga dat gewoon doen. Ook al ben ik daar zenuwachtig over of ook al ben ik daar nog wel onzeker over. Dus dat is ook zo'n beetje gevoeld, die onzekerheid. En toch zit dat zelfvertrouwen van binnen er toch wel ergens in. Dat je zoiets hebt van, nee, kom, ik ga dat toch doen. En uiteraard dan op die moment mega veel zenuwen. En ten eerste keer in The Voice, ik ben gewoon geblackout. Ik kwam van dat podium en ik vroeg aan mijn familie en aan mijn vrienden van, heb ik gezongen? Wat heb ik gezongen? Was het goed? Wat heb ik gezegd? Wat hebben zij gezegd? Ik wist daar niks meer van. Dat was echt zo'n blackout van... Echt, ja, pure freeze moment zo, hè. In zo'n fight, flight, freeze response. Ja. Was echt crazy. En achteraf bekijk ik dat. En dan zie ik dat ik zelfs een mopje heb gemaakt en zo. En ik wist dat allemaal niet op die moment. Dus dat was echt gewoon zo'n survival mode van mijn lichaam. En dat gewoon gedaan. Maar daar leert je dan ook wel weer veel uit. En
tegen dat ik de volgende keer op The Voice ging meedoen, had ik ook gewoon al veel meer gezongen, had ik al vaker opgetreden, had ik in mezelf al meer die zelfzekerheid gevonden over mijn zingen. Want dat is misschien nog een ander verhaal eigenlijk, omdat dat een soort van... Dat is iets van uzelf, maar dat is wel een soort van kunst of zo. En ik ben heel zelfzeker altijd al geweest over mezelf, maar dat zingen is wel... Dat is zoiets intiem en zoiets persoonlijk. En daar heb ik wel moeten in groeien, in zelfzekerheid zeker. Hè? De eerste keer dat jij kwam kijken als je kwam optreden, tot nu is echt een gigantisch verschil. Maar ja, dat is normaal. Zoals je daarnet zei, van je kunt onzeker zijn of je iets specifiek kunt. Maar het probleem is bij veel mensen die onzelfzeker zijn, als iets niet zo goed lukt, betekent dat jij gefaald bent als persoon bijna. Ja. Bij u is dat dan gewoon zo, ah ja, ik heb een valse noot gezongen. Ja. Ik moet daar nog op oefenen, ik moet daarin groeien. Ja. Maar jij laat dan nooit terug betrekking hebben op jezelf als persoon, als geheel. Ja. Nee. Dus als jij faalt in iets, als iets mislukt, dan kun jij dat heel goed loskoppelen van wie ben ik, wat ben ik waard. En dat hoeft niet direct iets over mezelf te zeggen. En ik denk dat dat veel mensen gewoon niet kunnen. Bij mij, als ik een fout maak, is dat vroeger dat was het einde van de wereld. Ja, ik begrijp heel goed wat je zegt. En dat probeer ik ook aan mijn leerlingen duidelijk te maken. Dat inderdaad een valse noot zingen zegt niks over je capaciteiten als zangeres zelfs niet. Dat zegt gewoon dat jij die noot even niet goed hebt gezongen. Céline, er is nog hoop voor ons. Maar ja, tuurlijk. Ik was echt hetzelfde aan het denken. Maar ik weet nog... Ik ben geen zangeres. Heel voorzichtig, ja, oké. Maar ik heb wel bij u één zangcoaching gedaan. Ja. Ik vond dat fantastisch, gewoon omdat jij zegt, iedereen kan zingen. Absoluut. En wat mij altijd iedereen zegt is, je gaat dat nooit niet leren, je gaat dat nooit niet kunnen. En toen had ik voor de eerste keer een moment dat iemand dat tegen mij zei, je kunt dat eigenlijk wel. Want moest ik mijn carrière kunnen ruilen voor zingen, het zou nog een twijfelmoment zijn, omdat ik zo graag zing. Ja, ja. En ik vind dat zo leuk om te doen. Dat is ook het Maar oké, ik heb niet zo'n mooie, prachtige stem als dat jij hebt meegekregen, Robin. Maar ik vind dat wel heel mooi dat je tijdens je sessies daar wel meer aandacht aan besteedt om je coachees ook dat zelfvertrouwen absoluut te geven. Amai, dat is voor mij zo'n belangrijk moment. Je kunt jij al je technieken ook zo goed beheersen, hè? Want er zijn een aantal technieken om je stem te gaan verbeteren en dit en dat. Maar als jij in je hoofd denkt, ik kan het niet, ik ben niks waard, ik ga die hoge noot niet halen. Hoe goed dat jij je techniek ook toepast, je gaat dat niet halen. Maar je moet ook bij zingen, als je zeker zo hoge noten en zo, je moet ook durven gaan. En zonder zo je terug te houden, want dan lukt het niet. Nee, en ik push ook mijn leerlingen echt wel. Ik ben zo, weten ze van Mean Girls, I'm a pusher. Ik ben echt een pusher. Ja. Maar alleen maar uit liefde. Nee, inderdaad, als je inhoudt... Ik zeg dat ook tegen, je gaat heel snel op je plafond komen als je inhoudt. En je gaat misschien een paar dingen doen die dat heel goed zijn, maar je gaat niks bijleren. En als je daar doorkomt en als je een keer een valse noot zingt en je zingt een keer iets waarvan je denkt, oeh, nee, dat was niet zo goed... Dan pas kun je gaan leren, want je kunt gaan denken, oké, wat heb ik gedaan? Hoe kan ik dat misschien volgende keer gaan doen? Ja. Dus je kunt groeien. Jij laat ze gewoon ook falen. Ja. Ik noem het niet graag falen, maar je laat ze fouten maken, waardoor dat ze kunnen leren. Absoluut. En zonder die fouten te maken... Absoluut. Komt je, dat is bij ondernemen ook zo. Mm-hmm. Zonder fouten te maken, gaat je niet komen groeien waar dat je wilt gaan komen. Maar dat is in heel het leven zo. Dus voor mij is zingen eigenlijk echt... Die mindset van zingen is iets wat ik in mijn leven ook doortrek. Dus inderdaad, voor mij falen... Dat bestaat niet in mijn woordenboek. Net zoals schamen, dat bestaat ook niet in mijn woordenboek. Want je kunt iets doen wat je niet had bedoeld. Hè, maar, of wat dat niet je intentie was om dat te bereiken. En dat is misschien niet gelukt op dat moment. Maar als jij niet stopt... Dan zijn er nooit gefaald. Mm. Als jij verder gaat en je blijft proberen, dan zijn er nog niet gefaald. Hè? Het is maar als je stopt en als je opgeeft, mm-hmm. Dat is falen in mijn ogen. Dat is mooi gezegd. Ja, wat ik ook altijd zo bewonder bij Robin, heel veel mensen... Robin krijgt heel veel gedaan in haar leven. Mm-hmm. Je hebt echt zo'n mentaliteit van, ja, ik ga dat gewoon proberen, ik ga dat gewoon vragen. Zo kortingen krijgen in winkels, zo gratis dingen krijgen. Zo van, ah ja, ik ga dat gewoon vragen. En veel mensen zijn dan zo van... Ja, maar zou je dat wel doen? Maar zo, met Robin haar voeten speelt je echt niet. Zo als er iets niet... Zo al snel als er iets niet... Ja, maar bijvoorbeeld zo als er iets niet helemaal juist is of zo. Robin die gaat echt van haar een tak maken om te krijgen waar ze recht op heeft. En veel mensen zijn al snel zo... Ik zal maar niks zeggen. Gewoon omdat... je bang... Nee, dat is niet bang... Je wilt een andere mensen niet in een... Schofferen of zo. Ja. En ik denk, als ik nu naar mezelf kijk, inderdaad, met zo'n kortingen, dat ik zo bang ben
Ja. Wat gaan ze vinden? Ja, ja. Zo het darmschaap. Ja, ja pff, nee, ik vind, dat is een mooi gezegd, hè? Een nee heb je en ja kunt je krijgen. Dat is bij alles zo. Je moet dat maar proberen, lukt het niet, dan lukt het niet. En dan heb je niks verloren, dus wat is daar dan erg aan? Dan kunnen mensen soms, stel je voor, jij vraagt een korting, die winkel zegt nee. Dan kun jij misschien denken, oh Foxy, nu hebben die nee gezegd. En wat moet die nu wel niet denken van mij? En hoe komt dat nu niet over? Terwijl, boeit niet, gaat daarvoor ook geen korting. Dus, dat maakt uit. Er is niks veranderd. En anders als er iets verandert, misschien in de positieve zin voor u. Mm-hmm. Dus ja, nee. En zo denken wat anderen vinden, is zo subjectief ook. Want hoe weet jij nu wat iemand anders vindt? En het dat grappigste van al is, als jij denkt wat iemand anders denkt over u, de kans dat dat hetzelfde is 1%. Recent nog meegemaakt met iemand, echt gisteren. Ik zal het ook proberen uit te leggen, maar ik ga ook weer geen namen noemen. Dus iemand postte op Instagram. Ken jij nog een goede zangeres of zanger? Ik zoek iemand. En ik zie dat op Instagram en ik ken die persoon heel goed. Dus ik stuur daarnaar. Ja, hallo. Here I am. Here. Kom van onder uw steen en zie dat ik zing. Dus ik zeg dat dan ook redelijk brut, maar ik bedoel dat niet slecht. Hè? Dus ik stuur gewoon van ja, hallo, ikje. En die stuurt meteen terug van, ja, maar ik had u al in gedachten, maar ik bedoelde gewoon nog andere mensen. En ja, sorry, ik heb dat nog niet eerder gezegd tegen u. En kunnen we anders even bellen? En ik antwoord niet meteen, want ik ben bezig. Ik kom thuis van zangles, ik moet Leo in zijn bed doen, blablabla. Dus ik ben daarmee bezig. En ik kijk niet meer naar mijn Instagram. En ik kom achteraf terug aan tafel. En dan, boy, had het eten klaargemaakt. Dus we gingen eten, dus daar was een hele tijd over gegaan. En één keer belt die persoon. En die zo, ja, en alleen, oh, ik vind dat echt stom, want ik had u echt in gedachten. En ik heb dat 100 keer tegen haar gezegd, maar ik heb dat nog niet tegen u gezegd. En oh nee. En ik zo, maakt niet uit, hè, het is chill, hè. En dan die andere persoon dat erbij zat, ja, maar hij denkt dat je boos bent. En ik zo, maar ben je totaal niet boos? Waarom zou ik nu boos zijn? Ik zei gewoon zo voor de lol van, hey, hallo, ikke. Ja. Zo gewoon om een punt te maken, zo. Maar ik ben daar nooit of te niet meer boos over. Ik ben gewoon bezig. En dan was die persoon, ja, maar je antwoordt niet direct. En ik dacht, ja, en die heeft wel iets gepost nog. Dus die zat nog wel op Instagram, maar die heeft niet geantwoord naar mij. Dus die is boos op mij. Ja, zo ziet je hoe dat één gebeurtenis, dat is crazy, zo'n cascade aan gedachten kan brengen, terwijl er eigenlijk niks aan de hand is. Nee, absoluut niet. En ik bel dan ook daarmee en ik zeg, maar allee, je kent mij toch? Ik ben toch niet boos? Als ik boos was, dan zou ik sturen, kijk, ik vind het eigenlijk niet fijn. Ik ben eigenlijk een beetje op mijn teen getrapt. Dan zeg jij dat ook echt gewoon. Ja, en dan zelfs dan nog boos. Ik ben gewoon een beetje een felle allee, of zo. Dus ik ben gewoon heel recht voor de raap. Maar een seconde daarna ben ik dat ook weer al vergeten. Dus ik ben nooit echt boos op iemand. Ik kan zo even zoiets hebben van, zeg, dat vind ik niet leuk. Maar dan zeg je dat ook gewoon. En dan daarna, oké, whatever. Ja, als er zo iemand zo... Ik weet dat nog ook op een festival. Maar Robin heeft wel ook haar nu zit jij rustig, ja, maar je hebt ook wel je periode gehad dat je zo echt zo... Ja, daar ben ik niet zo trots op. Daar heb ik ook in geleerd met ouder worden en met te relativeren en zo. En vroeger was ik dit, maar al 300 miljoen. Dus nu is het al een beetje gekalmeerd, inderdaad. Dat is misschien ja, beter. Maar zo bijvoorbeeld als mensen zo iets doen, je hebt dan heel vaak mensen die zo denken... Zeg, wat doet hij nu? En Robin die zegt dan gewoon, zeg, wat doet jij nu? Ja. Dus dat is zo. Jij zegt al... Ja, die zegt gewoon wat dat ze denkt. Ja. Veel mensen houden zo... Dingen binnen waardoor dat mensen zo soms een verhaal in hun hoofd zitten te maken van alles en nog wat. Ja. En jij gaat dat niet vaak doen. Nee, ik heb dat ook ooit meegemaakt met een vriendin en dat vond ik een heel jammer verhaal. Wij waren heel goede vriendinnen en op een gegeven moment is dat zo in mijn ogen in één keer gestopt. Mm-hmm. En ik dacht, ah ja, oké, die vindt mij niet meer leuk of zo, oké, whatever. Ja, ik ga verder met mijn leven, hè. En oké, ik heb genoeg te doen. En dus oké, die vriendschap was dan geëindigd precies. En dan jaren later stuurde die persoon van, ik wil toch even praten met u daarover. En ik zo, ja, maar waarover? Er is toch niks? Voor mij zei jij nog steeds mijn vriendin, maar jij wou mij niet meer zien of zo, had ik het gevoel. En dan uiteindelijk hadden wij gesproken en dan had zij blijkbaar ervan gemaakt dat ik haar nooit meer wou zien. En dat ik haar niet cool genoeg vond voor mij, omdat ik eens een keer niet had geantwoord meteen. Of omdat ik haar eens niet mee had gevraagd naar een feestje. En ik zo, wow, zo ben ik daar helemaal niet mee bezig. En ik vond dat super erg, omdat ik iemand zo het gevoel had gegeven... Want dat was helemaal niet. Ik zat totaal niet in die vibe. Maar echt 100% tegenovergestelde. Maar ja, dan zei die persoon ook van... Ja, ik heb dat zelf blijkbaar daarvan gemaakt in mijn hoofd. En dat was super jammer, want dat was eigenlijk dan zo gezegd... Ik voelde mij zo, fuck, nu heb ik die kei slecht doen voelen. Terwijl dat helemaal mijn intentie niet was. Maar eigenlijk was er ook niets gebeurd. Eigenlijk was dat inderdaad een gebeurtenis. En in je hoofd ga je daar verder over denken. En ga je dat mega groot maken. En in realiteit is dat maar gewoon een
een afgezonderd feit van, inderdaad, toen heb ik even niet geantwoord. Ja. Maar dat is en niet meer dan dat. En al de rest wat je er zelf van hebt gemaakt, dat is een verhaal dat je in je hoofd hebt gecreëerd, maar wat niet en de werkelijkheid is. Dat wijst erop, hoeveel voorbeelden heb ik al opgesomd, dat wat anderen denken er niet toe doen, want die denken niet wat jij denkt dat die denken. Nee. En zelfs dan nog, stel worst case, iemand vindt van u dat jij een trut bent. En die denkt daarover s'nachts en die gaat slapen en die denkt, oh, die Robin, dat is een trut. Mm-hmm. Ja, dat is jammer. En oké, ik vind dat jammer dat jij dat vindt. Ik vind dat niet van mezelf. Dus oké, ja, blijkbaar hebben wij ergens elkaar gemist. Maar goed, hè. Ik heb nog vrienden en ik weet wat ik waard ben. En ik hou op dat jij je geluk kunt vinden. En niet over mij moet denken s'nachts dat ik een trut ben. Maar dat jij gewoon kunt slapen. En je gewoon kunt leven. Happy kunt zijn met jezelf, ja. Dus, ja, want dat is het dan nog vaak, hè. Dat gaan altijd mensen nu niet leuk vinden, hè. Allee, wie dat je ook zijt. Maar je moet dat inderdaad gewoon kunnen loslaten. En weten van, ja... Oké, dat is ook oké. Ja, absoluut. Ik heb dat een keer gehad, dat is nog niet zo heel lang geleden, met een volger. En die begon dingen te zien die er niet waren. Ik was op vakantie gegaan. En blijkbaar, als je op vakantie naar Dubai gaat, dat moet decadent zijn. En alles, spending money, alles behalve van wie Florin en ik zijn... Maar die zo, oh, je gaat mij ons geld vragen, doet jij dat? En die was zo mij helemaal aan het afschilderen als iemand dat ik totaal niet was. Maar toen voelde ik mij heel machteloos. Omdat ik dacht, je hebt een heel beeld gecreëerd van wie ik ben via social media. Terwijl dat je 2 minuten op een dag mij ziet. Ja, en duidelijk een verkeerd beeld hebt van wie ik ben. En dat was inderdaad, ik weet wie ik ben en ik weet voor waar ik sta, maar ik vond dat heel kut dat andere mensen een vertekend beeld hebben voor u en dat dan nog eens gaan rondbazuinen. Ja. Dan denk ik, dan ben je geen mooie persoon. Nee, en dat is ook niet simpel, hè, natuurlijk. En we zijn ook allemaal mensen en we worden ook gekwetst door zo'n dingen, hè, uiteraard. Hè. Ik ben ook al gekwetst geweest door verkeerde meningen of zo over mij. Maar in the end of the day, dat die dat maar gaan rondbazuinen. Hè. Mm. En jij weet wat je zijt. En plus het is haar... perceptie van uw input op social media, van uw leven. Dus dat zijn al 3 stappen verder ervan. Dus dat kan helemaal vervormd worden. Hè? Dat spelletje... Dat is zoals dat spelletje dat je zoiets moet doorgaan. Tegen elkaar, ja. Als ik iets tegen u zeg, tegen Charlotte. En dan niemand zegt nog iets wat dat was. Dus. Dat wordt heel hard vervormd. Plus ook wel, allee, en dat is iets wat ik ondertussen onder andere ook van Goederen heb geleerd... De mensen die zo beginnen af te schilderen en zo negatief beginnen te zijn, dat zijn ook wel de mensen die duidelijk niet goed in hun vel zitten. Nee. Want als ik het gevoel heb van iemand op social media van, die is fake en dat is mijn ding, ik ontvolg die. Ja. En dag en bedankt. Ja. En doei, denk er verder niet over na. Maar het feit dat je heel de tijd energie bent aan het steken in WhatsApp-groepjes. En... Je voelt die behoefte gewoon niet om andere mensen te kleineren als je jezelf goed in je vel voelt. Ja, en... Dan denk je gewoon, kijk, die persoon is anders dan mij, we hebben andere meningen en that's fine. Ja. You're not my person. Ja. Dus ik ga ook gewoon geen energie aan u besteden, want dat is verloren. Klopt. Dat is gewoon verloren energie, dus dat heeft gewoon geen nut. En vroeger deed ik dat wel altijd. Vroeger was ik echt zo iemand die zo echt elke seconde van de dag dacht, wat zou die van mij verwachten? Hoe moet ik mij gedragen tegen die persoon? Ik was echt een chameleon als ik mij gedroeg. Bij die persoon gedroeg ik mij anders en vond ik ineens die muziek leuk. Ja. En bij die persoon was ik dan meer... En altijd als ik een ander lief had, dan vond ik ineens een andere soort muziek leuk. Maar dat, terwijl dat was echt... Ik paste mij altijd gewoon aan zelf. En de mensen, nee. Maar dat is misschien ook wel iets wat je een beetje doormaakt als puber of zo ook, hè. Want dan wilde zo bij die groep horen en dan wilde bij die groep horen. En ik denk dat iedereen zich daar wel mee kan identificeren. Ja. Dat je al eens hebt gezegd van... Ja, ik luister heel graag naar rap. En dan zo, wat is rap? I don't know. Zo, allee, hè, dat kan, hè. Dus dat is ook maar een beetje jezelf gaan leren vinden, hè. En, want als ik dat nu zo vertel... En ik ben misschien een van de weinigen dan die dat... Ik zeg het, ik heb dat precies zo... Dat vuur zit in mij, zie dat ik geboren ben of zo. Maar dat is ook wel iets wat kan groeien. En daar moet je zelf ook de tijd in geven om jezelf te gaan vinden en te leren kennen. En dat je soms... Je kunt ook veranderen, hè. Jij kunt ook zeggen, ja, zoveel jaar geleden luisterde ik naar techno. Nu ben ik oud en versleten en nu wil ik liever R&B op de sofa. Maar dat is echt zo, hè. Ik heb ooit dan zo techno, maar zo echt harde techno, keigoed gevonden. En nu ben ik echt dan zo... Heftig. Te veel podcast. Cannot deal with this. Ja, maar dat is, hè. Dus je kunt ook veranderen natuurlijk, hè. Maar nee. Het is zoveel gemakkelijker en relaxter om
gewoon met je eigen bezig te zijn. En iedereen is dat. Newsflash. Iedereen is met zichzelf bezig. Maar echt heel hard. Want soms als mensen zo tegen ons zeggen van... Ik durf op strand niet in bikini of in badpak. Want wat gaan andere mensen denken? En dan zeggen we ook altijd... Ja, andere mensen zijn vooral ook met zichzelf bezig. Ja, absoluut. Absoluut. En die zullen misschien kijken en iets denken. Bon, als ik u zie, dan denk ik ook iets. Maar dat wil niet zeggen dat dat iets slecht is. Nee, daar gaan mensen altijd van uit. Het enige, als ik u zie en mijn roze broek... Dan is het eerste wat ik denk... Amai, ze heeft een broek aan. en geen leg. Maar dat is niet negatief. Nee, en dat kan ook gewoon een heel iets goeds zijn. En al is iets slecht, dat maakt ook... Nee. Al is iets slecht inderdaad, dan nog maakt het, hoeft het niet je dag te verpesten of zo. Nee. In die end ben je altijd verantwoordelijk voor je eigen geluk en voor hetgeen wat jij zelf laat binnenkomen en waar dat jij energie aan besteedt. En dat zijn bewuste keuzes dat je moet leren maken. Je kunt dat niet van, gelijk dat je zegt van vandaag op morgen op, ik word zelfzeker en ik voel geen schaamte meer. Zo werkt het niet. Mm. Maar je kunt wel proberen de stappen in je leven te zetten om zo te worden en jezelf minder aan te trekken. Ja, absoluut. En mijn tante die zei vroeger altijd van mij en mijn papa en mijn zus, de Larivels die zijn geboren voor het geluk. En die zei dat altijd zo, maar zo een beetje vanuit een negatieve input zo. Maar ik vond dat zalig, want ik kreeg elke keer die affirmatie, de Larivels zijn geboren voor het geluk, de Larivels zijn geboren voor het geluk. En op een duur ging ik me ook zo gedragen, gewoon omdat ik zoiets had van, zwaar. En don't get me wrong, ik heb ook ongeluk gekend, absoluut, maar ik hecht gewoon belang aan het geluk en ik zet dat in de verf en ik probeer mij daarop te focussen. En hoe meer dat je hersenen gaat trainen om dat positieve te zien, hoe meer dat je dat kunt opwekken in jezelf en hoe minder dat die negatieve dingen gaan overschaduwen. Die gaan er zeker nog zijn, maar je gaat gewoon met een andere kijk daarnaar kunnen kijken. Heel mooi gezegd. En ik voel dan van, ja, ik ben inderdaad geboren voor het geluk. Is dat zo? Absoluut niet. Maar nee, ik heb Robin al vaak genoeg moeten troosten in mijn leven. Absoluut. Dus ja, maar als ik nu terugkijk op mijn leven, is dat één groot geluk. Dus, dus dat, zo zouden u een beetje. Jij blijft niet steken in mislukkingen, in dingen dat slecht zijn gegaan. Jij kunt echt heel goed zeggen van... Allee, we gaan verder van hier. Zo, jij blijft zo niet steken in die... Tegen mij zeggen ze ook vaak, je hebt toch geluk in je leven. En ja, enerzijds heeft het met geluk te maken, maar anderzijds denk ik ook, het is ook goed dat je erin staat en ervoor werkt. Want dan zeggen ze, ah ja, maar je hebt wel geluk dat Boost ineens veel volgers heeft op Instagram en dat onze app... We hebben dat wel gedaan, hè. Ja, maar dat is niet geluk, hè. Dat is niet verdienste. Nee, maar je hebt daar keihard voor gewerkt. Een social media profiel, onze eigen profielen, dat is niet dat wij op een jaar tijd 50.000 volgers hadden, hè. Dag in, dag uit, je daarmee bezig, zet je daar energie in, omdat je dat ook leuk vindt. Maar dat brengt u waar dat je staat. Mm-hmm. En ik denk dat mensen soms vergeten van, ja, die is in de krant gekomen, daardoor heeft die volgers, die heeft gewoon geluk. Nee, je komt in de krant voor een reden, omdat je goed bezig bent en niet omdat je geluk hebt. Nee, en het geluk dat je hebt, dat je dat ook grijpt en dat je niet denkt van, oei, ik ben er nog niet klaar voor en ik durf die stap niet zetten. En dat je die momenten ook gewoon pakt. Toen ze bij mij de eerste keer vroegen, ik had nog nooit voor een publiek gezongen, Robin, wil je op M&M komen zingen? Ik was zo, ja, maar oh my god, ik durf dat niet. Maar had ik toen gezegd van, nee, ik ben er niet klaar voor en ik kan nog niet zo goed zingen. Wat dat ook zo was. Want jij zei daarnet, ja, en jij hebt een mooie stem meegekregen. Maar je moet maar eens filmpjes gaan zoeken. Je moet echt oude, dat is een groot verschil. Van hoe ik vroeger zong, dat is echt totaal niet hetzelfde. Ik heb dat echt ook geleerd en geoefend en zo. Dus had ik mij toen laten tegenhouden door, ja, maar ik ben nog niet waar ik misschien ooit kan zijn. Of course not. Maar ik heb het wel gedaan. En daardoor is er weer een andere opportuniteit gekomen. Omdat je die stappen ook zet. Dus het is zeker... Er zijn misschien gelukdingetjes bij, maar het is absoluut jullie verdiensten. Hetzelfde ook met je zaak, hè. Dat is ook op een moment ook in je leven gekomen dat je daar eigenlijk nog niet eens over aan het nadenken waart. Ja, ik had ene keer tegen u daarover gesproken. Ja, ene keer. En dan ineens was dat zo van, ah ja, en misschien. En dan, ja, die keuze van, oké, we gaan daarvoor, we gaan springen. Ook al was dat... Niet voor iedereen. Ja, en midden in corona en zo. Dat je daar redelijk wat miserie mee gehad, maar je hebt het toch maar mooi gedaan. Ja. En dan denk ik, andere mensen kunnen jaloers zijn en zeggen, ik wil ook zo'n zaak. Maar dan denk ik, ja je moet ook wel de ballen hebben om het te doen. En, en dat is iets wat... Ja. Ja. Ja, en durven springen voordat je klaar bent. Ja. Ja. Dat is echt waar. En ik vind dan het mooie, iemand heeft me ooit gezegd, soms moet je eerst uit je comfortzone gaan om daar daarna je comfortzone van te maken. En dat is heel mooi met wat je zegt met M&M. Dat was uit je comfortzone, maar je bent eruit gegaan en nu is het je comfortzone geworden. En ik geloof daar echt in. Ja. Zoals de meer dingen dat je gaat doen die buiten je comfortzone zijn, zoals de zelfzekerder wordt je daar ook in. Maar ja, en om een stoem voorbeeld te geven, ik heb denk ik 3 jaar op Instagram gezeten en nooit durven een woord zeggen op stories.
Ja, nu is dat de normaalste zaak van de wereld. Dus jij een kwittertrien op stories. Ja, maar vroeger, ik durfde dat echt niet. Ja, ja. En ik heb daar echt heel lang over gedaan om dat te durven. En toen heb ik dat gedaan, was het zo... Eigenlijk is het helemaal zo erg. Ook dan, als je naar je eerste stories gaat, pas iets gedaan en mijn eerste stories gaan kijken. Oh, ze laat echt op de kotsen. Bij mij waren er echt mensen die mij al 5 jaar volgden. En dat was de eerste keer dat die mij hoorden praten en die zo... Oh my god, jij bent Belgisch. Ja. Ik heb heel veel Hollandse volgers en die allemaal... Oh my god, jij bent Belgisch. Ik zei, ja. Ja, grappig. Dat is tot... Ik kreeg de eerste keer als ik op stories had gepraat ook echt zo reacties van heel dichte mensen in mijn omgeving van... Oh nee, je moet daar echt niet mee beginnen. Nee, je gaat dat toch niet doen. En dan denk ik, dat is mijn succes ook geweest. Dat ik dat zo snel heb durven doen, na een jaar denk ik. En dat je mensen leren nu kennen, vinden nu leuk. En zo kun je gaan groeien. Maar als ik toen ook weer opnieuw had geluisterd naar iedereen die zei van... Nee, dat is niks voor u. En nee, het staat u niet echt. Dan denk ik, ja... Ja, wat weten zij ervan? En dan doen zij het maar niet, hè. En als jij wil het doen, wat ligt iemand anders daar nu zich mee te moeien? Ik kreeg ook in mijn middelbaar... Ik heb Grieks-Latijn gestudeerd. En ze zeiden in mijn... Ik denk in mijn derde jaar of in mijn tweede jaar zeiden ze het middelbaar... Grieks-Latijn is niet voor u, is veel te moeilijk, ga moeten veranderen. En ik zeg, wat weet jij daar nu van, wat dat ik kan? Ik zal wel eens laten zien. En ik heb Grieks-Latijn gedaan tot 6e. En heb ik het ooit moeilijk gehad? Ja hoor. Maar ik heb het wel gewoon gedaan. En omdat ik dat wou doen. En wat gaat jij mij zeggen dat ik dat niet kan? Jij kunt niet in mijn binnenste kijken wat voor passie er brandt om dat toch te doen slagen. Dus... Mm-hmm. Dat is heel mooi gezegd. Mm. Ja. Mooi. Ik vind het echt een mooi en inspirerend verhaal. Ik denk dat heel veel van onze luisteraars er toch energie van gaan krijgen om deze podcast geluisterd te hebben. En hopelijk heb je hun... hoe zeg je het? Een zaadje geplant. Om er ook eens op die manier over te kijken en niet mee te gaan met de klassieke zuurpiet. Zuurpiet. Close enough. Bijna een gezegde. Bijna gelukt. We hebben nog altijd geen luisteraar dat we aan het opschrijven zijn, dus ik doe nog altijd mijn ding. Want ik op zich vind ik dat wel redelijk moeilijk om dat allemaal uit te leggen, omdat dat echt zo vanuit een gevoel komt. Maar ik doe niet anders in de zangles, dus ik probeer dat echt over te brengen. En al is het inderdaad zoals dat jij zegt, dat je een klein beetje hebt gedacht van... Oh, amai, tja, zo had ik er nog niet naar gekeken. En dan nog, als jij nu luistert en als je dan denkt van... Oké, ja, amai, vandaag voel ik mij gemotiveerd en yes, ik ga ervoor. En morgen heb je zoiets van... Nee, ik zie het toch allemaal niet zitten. Dat is ook normaal, hè. Dat is life. Ja. Het is een learning curve en je kunt ermee maar mee aan de slag gaan. En elke keer dat jij bewust die keuze maakt voor jezelf van... Oké, kijk, ik ga dit doen voor mij en ik ga de sprong zetten en ik ga van mezelf denken van yes, ik ben het waard en jawel, ik kan het wel. Een milliseconde dat je dat hebt gezegd is beter dan een milliseconde dat je hebt gedacht fuck, ik ben niks waard, ik kan niks, ik ga in mijn hoekje kruipen en mij verstoppen. Dat je toch denkt van kom op, let's do it. Right. Ik denk dat dat heel mooi samengevat is. Merci Robin om hier vandaag te zijn, om te gast te zijn in onze podcast. Heel graag gedaan. Laat ons zeker iets weten via Instagram of dat je het een leuke podcast vond. En vergeet het ook niet te delen in je stories. En Robin ook te taggen. @ Robin de la Rue. De Robin van de straat voor de vrienden. Ja, voor de Vlamingen. Inderdaad, Robin de la Rue. Kijk, en dan zien we jullie graag in een volgende aflevering. Ciao. Doei. Ken je onze Boost-app al? Je kan nu gewoonweg onze app gratis gaan uitproberen in de app of Play Store. Zoek hem op Boost met een uitroepteken en je kan nu je free trial gaan starten. In onze Boost-app vind je honderden workouts, recepten, gezonde producten, mindset tips en tricks, een mood tracker en nog heel veel meer. Onze Boost-app zal jou zeker en vast helpen om gezonder, maar vooral ook gelukkiger door het leven te gaan. Download hem dan nu snel en probeer hem helemaal gratis uit. Wij zijn er zeker van dat je hem helemaal fantastisch gaat vinden.